Nou, plus Teletex plus geen. 5 april 2017, mistig. Turkse Nederlanders naar de stembus. Dat is leuk voor hun en leuk voor Erdogan en misschien ook minder leuk voor Erdogan. En voorlopig houden we het op mistig, want ze doen mistig over wat ze gestemd hebben. Kortom, mistig. Syrisch leger trof chemisch depot. Kortom, onduidelijkheid over wie wat waarvan de schuld krijgt in Syrië. Nu is Syrië sowieso een mistig land en gifgas is ook mistig. Zodoende, en persoonlijk geloof ik er geen ene malle moe van. Die lui hebben gewoon gifgas gebruikt, want zo zijn die gassen wel. Kortom, het Syrisch leger is 100% schuldig. Nieuw bed, bad en broodpand in Groningen. Eigenlijk moest ik daar heen en weer bij afspelen van dokter Anders P. Maar helaas, zo vlot ben ik niet en de JNT-plussen moeten vrij vlot worden opgenomen om onduidelijke redenen, dus vandaar. Ik vind het van de Groningers een goed initiatief. Veel meer gemeenten zouden dat ook moeten doen. Nu zou het kunnen voorkomen dat ik Nederland wordt uitgezet om duizenden redenen, kortom mistig, en dan ben ik uiteraard een asielzoeker in, laten we zeggen, Duitsland, want mijn Frans is niet zo goed, en dan ben ik dus ook een afgewezen asielzoeker in Duitsland, en dan zou ik graag op een boot willen zitten. Was dat mistig genoeg? Ja, dit is mistig genoeg. Knap woord, kaagbaan op Schiphol. Nu ben ik nog niet zo heel vaak op Schiphol geweest, omdat ik voorheen via Düsseldorf ging. Ja, dat kan vanuit Nijmegen. En heel soms via Wezen. Dat kan ook via Nijmegen. En ik heb uiteraard geen flauw idee waar die hele kaagbaan zit, ligt of whatever. En maar het is natuurlijk leuk dat die wordt opgeknapt. Dit was in zijn geheel niet mistig. Waarom het kleurboek van Kruidvat met een afbeeldenis van Adolf Hitler eruit is gehaald, weet ik niet. Dat is weer eens geheel mistig NOS. Roddels en achterklap. Fractie Denk krijgt geen andere plaats in de Tweede Kamer. Wat heeft het bestuur van de Tweede Kamer besloten? Heeft de Tweede Kamer een bestuur? Dat wist ik nog niet. Maar het besluit is duidelijk niet mistig. Het is een duidelijk antwoord op de protesten van Denkleider Kuzu, die maar klaagde en klierde, want wij kunnen niet snel naar de interruptie ter microfoon. Technisch kan dat probleem makkelijk worden opgelost, dus wat lig je te zeuren, Kuzu? Aardbeving treft Noordoost-Iran. Teletext pagina 136. In de buurt van de stad Mashhad is een aardbeving geweest van 6,1 op de schaal van Richter. Mashhad ligt schijnbaar in Iran. En dat is in het noordoosten van Iran. Kortom, ik kan de heer Erdogan weer eens gaan pesten op Twitter onder het motto: de kachel staat al aan en de aardbeving komt er ook aan. Lekker puur. Zo. Is dat mistig? Nee, dat is heel duidelijk. Visser vangt reuze heilbot op zee. Waar anders natuurlijk. Teletext pagina 409. Dit kan natuurlijk ook in geval van visserslatijn zijn. De vis was 1,82 meter lang, dat is dus 10 centimeter langer dan ik, en woog tussen de 70 en de 80 kilo. Ik weet helaas niet hoe zwaar ik ben.
een heel wat schijnt een vis te zijn die normaalerwijs 80 à 90 centimeter lang wordt, maar deze was dus dubbel zo groot. De vis werd ergens tussen Denemarken en Noorwegen gevangen. Ik denk dat de vis, toen hij klein was, in de buurt van Fukushima heeft gezwommen. Daar is het radioactief en dat de vis daarom zo groot is. Nou, wat zullen we vandaag eens gaan doen? Een visje pikken in het restaurant? Nou, eet smakelijk met de groeten van Fukushima. Is dit mistig? Redelijk.